Nou Ben, jij begint lekker. Ja. Vier kale duitjes in één gat. Ja. Vier kale duitjes in één gat. Deze lijkt wel van ander materiaal. Ja, heeft iets zilver weg, hè? Ja, die lijkt wel alsof het... moeten we eens even goed bekijken, maar dit lijkt wel koper inderdaad. Ja, ja. En die is er. Ja. Ja. Maar ja, lekker man. Lekker begin. Ja, zeker weten. Dus, in mijn muntenbakkie. Ook een goed stukje dit. Ja. Ja. Dan gaan we nog wel wat uithalen. Yes. Hij is weer top, want we hebben een leuke munt gevonden. 1849, een dubbeltje van koning Willem II. Ja, mooi. Is die een beetje goed te zien zo? Aardig. Ja? Ja, daar moet je gewoon een fotootje bij plaatsen. Ja. En dit Willem II. Dit is zijn portret. Kijk, de portretkant. Ja. Dus, mooi hoor. Super top. Hey, Willem II, die had je nog niet hè? Die had ik wel al. Deze is nog best wel mooi. Dus ik denk dat ik deze nog wel netjes krijg. Dus ik ben er weer heel erg blij mee. Dit is in ieder geval alvast hartstikke leuk. Mooi man. Het is niet alleen maar goud wat er blinkt, dit is Ben. Niet interessant. Ja, nou hè, maakt niet uit. Laat even zien. Ik dacht een zilver duppie, maar het is een 10 cent gulden tijd. Uit? 19. Dan moet ik er even maar 67. 1967. Kijk, wat je bij ons ziet, dat is puur. Het is niet alleen maar pracht en praal. Wij laten ook gewoon zien dat het soms eens wat minder kan zijn. Maar toch leuk. Je hebt toch weer een muntje. Waarom? Uit de gulden tijd. En een paar kale duitjes op dit veld. Dus ja. Er ligt nog wel wat. Jawel. Er ligt nog wel wat. Ja toch? Zeker weten. Liggen hier ook mooie vrouwen ergens? Of dat niet? Dan is het moeilijk hè, kiezen. Als er nou een paar in bikini liggen, maar ja dat... Kunnen we ons niet meer concentreren op de hobby? Nee, nee. Ja, dan is het te afgeleid. Doe maar niet dan. Nee. Nee, oké. Oké, we hebben hier weer een potentieel goede target. Dus we gaan snel kijken. 12-13 VDI. Het zou zilver kunnen zijn. Het zou goud kunnen zijn. Hij komt redelijk stabiel binnen van allebei de kanten. Dus laten we snel gaan kijken. Ja, Dirk. Laat het zien. Een live dik. Laat zien wat het is. Ja, hij klinkt allebei de kanten goed. Pak het cadeautje uit. Een klein beetje zit er toch een beetje een afwijkende toon in. Op ons gehoor afgaan. Maar, ja. Even kijken. Zit hij nou in het fluiten? Ik denk wel dat hij eruit is. Lijkt er wel op, ja. Maar horen we hem niet meer. Maar dat heb je wel eens als je het kluifje omschept dat het signaal wegvalt. Maar dan moeten we gewoon nog even goed kijken waar hij wel zit. Ik denk dat hij er al in zit. Is hij dan toch een beetje oppervlakkig? Ah ja, hij is een beetje oppervlakkig. Ah, dat is jammer zeg. Ah. Dat is jammer, het is gewoon een stukje koperdraad. Nou. Met een bochtje, vandaar dat hij denk ik ook zo mooi klonk. Ja. Jammer hoor. Ja, jammer. Live dik kan de prullenbak in. Eigenlijk wel, ja. Ja. Nou ja, helaas, het is niet anders. Nee, volgende is beter. Nou Ben, dat is wel weer een leuke vondst. Een leuke vondst, nou, wat het nou is weet ik niet. Het munt lijkt me sterk, het is te ovaal. Ja. En dat ruitvormige motief. Ja. Ja. Inderdaad. Het zou een hangertje geweest kunnen zijn. Een ruitvormig motief. Dubbele lijnen. Ja. Wat bijzonder, joh. Leuke vondst, maar ook mysterieus. Mysterieus. Ik ga het vanmiddag even op internet zoeken. Ja, en wellicht zitten de kijkers te kijken. Dan kunnen we altijd nog aan hun vragen van, joh, weet jij wat dit is? Want misschien is er wel een kenner bij die ons toch weer kan helpen. Zoals andere keren ook, dat er toch wel weer iemand is die er weer meer verstand van heeft. Want deze kennen wij echt niet, nee. Ik ben nog nooit tegengekomen. Nee. Dus laat het weten. Ja, leuk. In de reacties. Toch weer een leuke vondst. Ja, yes. Leuk ja. Zeker, en een oudje. Ja. En aan de andere kant zit ook nog wel wat denk ik, maar ja, dat is nu niet te zien. Ik ben blij dat je er weer bij bent, maat. Het Mooi. Is echt gezellig. Ik vind het ook hartstikke gezellig, echt. Ik heb ook zin om de komende dagen veel te gaan metaaldetecten. Gaan we zeker doen. We gaan even wachten tot we...
vakantie hebben, dan kunnen we even wat meer. Ja, we gaan de geleden schade even inhalen van de laatste tijd. Ja, weten. Nou ja, hey, vorige zondag is die voor mij al ingehaald een beetje. Ja, precies. Zullen we die beelden er dan toch maar bij zetten? Die gaan we er gewoon bij zetten. Oké, okay. Nou ja, ja, is goed. Yes. Als jij daarmee eens bent, dan... Ja, doen we. Mensen, eerste dag, na 7 weken, ik ben weer terug. Nou jongens, je weet, je gelooft niet wat ik heb gevonden. Jullie geloven het echt niet. Een gouden munt, de eerste keer. Nee. Kijk. Oh mijn god, Ben. Oh. Wat is het er voor een? Het is me gegund, het is een... Oh mijn god. 16-1. Hè? Dit deed je niet. Wow. Dit ga je niet menen. En het is een dikke jongen. Dit gaat niet gek. Oh, mijn eerste. Oh, dit is kicken. Super dik. Zo, 1601. Ik heb 1601. Dat is ook Spaans volgens mij, of niet? Is het een Spaanse? Oh. Hè? Ja, dat zou kunnen. Wow. Dit wapenschild. Is het, even kijken in het randschrift. Ho. Ja, dat maakt niet uit. Gek. Wat staat er in het randschrift? Staat er Hispanica of niet? Ik kan bijna niet zien. Het schild lijkt wel. Deze munt is gerelateerd aan de Spaanse Nederlanden. Het betreft een gouden dubbele Albertijn Brabant 1601. Albrecht van Oostenrijk en zijn vrouw Isabella van Spanje heersden over de Spaanse Nederlanden vanaf 1598 tot aan de dood van Albrecht op 13 juni 1621. Dit munttype werd speciaal ingevoerd na het aantreden van het aardhertogelijk paar als heersers over de Spaanse Nederlanden. Al hun kinderen stierven jong en na de dood van Albrecht nam de koning van Spanje, Philips IV, het regeren over de Spaanse Nederlanden over. Isabella kreeg de verantwoording als regentes over de Spaanse Nederlanden tot aan haar dood in 1633. En dat na 7 weken, hè? Zo. En ik dacht nog, want is het al... Ja, zo moet ik hem houden, 16-1. Ik weet niet of het straat is. We dan in de rand, joh. Monarch? Nee. Wacht, we gaan even zelf even goed kijken. Zo dan. Ik moet even op gaan zoeken. Zo, Ben. Doe normaal. Gewoon de eerste keer, hè. Doe normaal. Ik zeg nog van, oké. Weet je, 7 weken thuis. Gebroken middenvoetsbeentje. En ik denk, nou, de eerste keer zoeken. Het is me gewoon gegund. Ik ga wat vinden. Nou, ja, je weet het. Het is gewoon een gouden munt. Echt kicken. Ja. He? Kijk eens, een lekkere vulling met kip. Koud blikje cola erbij. Ja, hey, dankjewel. Gaat er altijd door in, hè, maat? Zo zeker. Die vet en die suikers hebben we wel nodig nu. Zo. En een dag zoeken. Echt hoor. Gezondheid. Ja. Maar als ik hier zo kijk. Hebben die pizza's nou zelf gemaakt of niet? Want hier is een handboek van pizza. Ja, dat is ook de laatste keer, daarom heb ik hem daar. Ah, oké. En nou heb je hem weer teruggezet? Nou, ik heb hem weer teruggezet. Het is de laatste keer dat ik pizza's bak. Oké. Nou, wij gaan even genieten van deze al te lekkere pizza's. Ja, ik heb die pizza calzone ontdekt. Helemaal geweldig. We hebben wel weer een leuk dagje gehad. Zeker weten. Goed dat je weer terug bent ook, Ben. Ja, top. Ja, toch? Anders moet ik het allemaal alleen doen. Ja, dat is ook wel een stuk minder gezellig. Dat ook. Maar ja, dan wel meer voor jou. Ja. Maar ja. Dus, nou ja, mensen, bedankt voor het kijken. En tot snel bij de volgende keer. Ciao.